Het is een nieuwe week. Het is een nieuwe maand. Het is een nieuwe ja. dag. Het is een nieuw uur. Het is tijd voor een nieuwe aflevering van The Wogs Podcast. The Musical Podcast. Inderdaad, daar zijn we weer. Hoe gaat het, mijn lieve vriend, in Agraba? <coughs> ik zit er nog steeds. Ja. Ik, uh, het lijkt alsof ik hier nooit weg ga uit Agraba. Ik ben hier eigenlijk vijf dagen in de week. Het voelt als acht dagen in de week. Hmm. En jij? Uh, nou, ik, uh, ik, ik zit thuis. Ik ben, uh, ik ben al een hele week echt volledig ziek. Zoals net al moest ik al een klein kuchtje laten. Ja. Ik ga proberen om zoveel mogelijk mijn hoest bij je in te houden. Ik heb al wat uh, medicijnen ervoor genomen ook. Maar uh, ja, ik ben even uh, um, ja, gewoon ziek. Echt gewoon, gewoon ouderwets verkouden ziek. Ja, dat is eigenlijk nog een raadsel hè. Dat nog kan, verkouden. Je, is dat yes. wel zo? Hm? Ja. Nou ik heb, ik heb, ik heb gekovertest uh, tot ik erbij neerviel. Dat is het dus absoluut ja. niet. Maar ik moet zeggen dat ik me over het algemeen... Nou, vandaag heb ik wel echt een slechte dag. Voel ik me niet zo goed. Ik heb ook niet zo goed geslapen, omdat ik zoveel hoest ook de hele nacht door. Um, ja, dus vandaag is niet echt, echt, een, echt een topdag. Maar het is van al die hoest die me echt echt wars zit. Ik hoop dat het niet voorbij gaat, want ik heb, uh, ik, ik heb, ja, ik heb gewoon gasten ook, weet je wel, op sommige shows. En ik wil gewoon zo snel mogelijk weer spelen. Ja. En heb je ook wel eens als je dan heel erg ziek bent geweest of last van je stem hebt gehad, dat je dan denkt, nou als straks mijn stem terug is en ik weer helemaal gezond ben, dan kan ik me toch goed zingen? Dat heb ik namelijk heel <laughs> vaak. Dan denk ik, oh nee, maar volgende week voel ik me beter en dan kan ik, kan ik alles zingen wat ik maar wil. Heb je dat um... nooit? Nou, ik heb niet, ik, ik zou, ik zou, in theorie zou ik, nu, zou ik wel kunnen zingen. Als in, mijn stem is er gewoon. Dus ik heb niet het gevoel van, oh, dus ik ben ziek en mijn stembanden en slijm. Nee, dat heb ik niet. Maar als ik... <coughs> oh, oh, sorry, dan dan van, luisteraars. Ja, als, ik, als ik dus begin te zingen, dan begin ik dus keihard te hoesten. Dus ja, als, je, als, als ik nu nadenk van, als ik straks weer beter ben, ja, dan gaat het wel beter zijn. <laughs> ik heb hier een showbillet naast me, I love it. <laughs> <laughs> ik heb mijn, de, mijn kamergenoten hier. Je hebt, je hebt helemaal geen kamergenoten nu natuurlijk. Je zit helemaal alleen. Ik zit helemaal alleen in het huis. Ja, wanneer ga je weer terug okay. naar Arendale? Wat verwacht je? Ik hoop echt as soon as possible, maar ik heb echt geen idee. Uh, de dokter die heeft me ziek geschreven, dus ja, het is, het is maar gewoon zoals het is dan. Ik moet altijd zeggen, misschien is het wel grappig om uh, daar iets over te vertellen, maar heb jij er ook altijd, ik vind het altijd heel erg lastig om mezelf ziek te melden, ik ja. ben echt totaal niet uh, die guy die, die, uh, die, uh, die zeg maar een soort van oh nou ben ik voel ik me niet zo lekker dan gaat ik lekker gewoon uh, thuis blijven of ik ben vandaag ben ik een broer dus ik ga niet ik ben echt altijd zo van ah oh ja nee weet je ik, 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 ik pest hem er nog wel even uit ik, uh, ja dat, dat is met me wel. ziek zijn inderdaad maar ook met blessures merk ik bij, bij mezelf mm -hmm. ook bij collega's uh, hier in het vak dan we gaan toch altijd net wanneer, het, wanneer we eigenlijk net te laat zijn dan, nee. dan pushen we nog even door. Dus toen zijn we op school opgevoed, denk ik. We zijn opgevoed. Je houdt je mond. Je, er wordt hier gewoon gezegd, klopt. <laughs> ja, mijn collega's beamen het. Toen um, zijn we opgevoed. En die mentaliteit is ook goed. Want daardoor heb je, heb je een work ethic. Maar het is ook funes. Jij wil iets zeggen. Ja, maar die word... Leuk dat je zegt work ethic. Want dat, dat woord wilde ik net ook gebruiken. Ja. Want het is dus wel een heel groot verschil in Duitsland en in Nederland, vind ik. Wat is het verschil met Duitsland dan? Nou ja, omdat in Dan Duitsland. Dan hebben ze geen work ethic. hebben ze een andere work ethic. Als het gaat oh. over puntelijkheid, op tijd komen en dat alles op het stip begint en bureaucratisch is, dus zeg maar. Is er ook wel een bepaalde work, work ethic. But, but, oh wow. Yes, gaat mee, we gaat can go internationale, ja, ik moet even English. Internationaal, Internationale <laughs> brein alweer. Um, maar wel, um, bijvoorbeeld, als het gaat over ziekmelden. Uh, omdat Duitsland, zeg maar, een, een, een heel soort van beveiligd ziekmeldsysteem heeft. Um, um, doen mensen dat, heb, is mijn indruk, doen mensen dat in Duitsland bij producties vaker? Ook als ze, ik niet, ik ga niet nu zeggen dat mijn collega's zich niet uh, zeg maar goed voelen, maar zeg maar ook gewoon vanaf bovenaf, zeg maar gewoon, dus zeg maar company management of resident, die, die zeggen ook gewoon van: Als je je niet lekker voelt, maar ook als je je mentaal niet lekker voelt, meld je dan gewoon zie kom alsjeblieft niet naar je werk. Oké, okay, maar omdat je, Neem mij dan eens even mee en de luisteraar ook. Hoe werkt ziekmelden in Duitsland bij Musical dan? Wat moet je doen en hoe gaat dat, zo'n proces? Nou ja, dat is dus, dus, dus een groot verschil met Nederland. Want ik weet nog, toen ik in Nederland werkte en ik was ziek, dan bel je of naar je company management of naar je resident. Of in ieder geval, dat zit soort van hè, het ja. kantoor, bel je, zeg maar, heen. En dan, dan, dan belde ik en zeg ik, ja, ik voel me vandaag eigenlijk echt niet zo lekker. Maar ik voel altijd dat er een soort van druk achter zit. In Nederland voelde ik dat altijd zo van. Ja, maar zou je toch niet kunnen? Want. Snap je? Ja. Omdat je eigenlijk direct aan degene die. Um, die verantwoordelijk de, de, is voor de show, voor de kwaliteit van de show. Precies. Die moet je opbellen. Die moet je opbellen. Ja. Dus dat voelt een beetje zo aan van, ja. Mm, uh, uh, natuurlijk wil die gewoon dat ik komt werken. In Duitsland is het zo: er zit nog een kunstlicher betriebsbureau tussen. Uh -huh. Dus je hebt zeg maar company management en resident. Zeg maar dat zijn twee separate afdelingen. En daartussenin zit zeg maar het kantoor. En dat moet je eigenlijk gewoon zien als een soort van de administratieve medewerkers. Die zeg maar: ik moet even de <laughs> <laughs> nee. Oh, ja. dit is echt een typische kinky hoest. Ik het. <coughs> dit is kinky hoest. Het is echt. Ik heb een hele grote <laughs> versmatige. Het spijt me lieve luisteraars, maar de show maakt aan. U weet toch? Um, maar er zitten dus zeg maar, zijn een soort van de administratieve medewerkers en die, ja, ook als je daar haalt je salarisstrook op en, nou, die zorgen eigenlijk voor alle administratieve dingen. Is het een beetje de HR afdeling, zoals zij die kennen? Uh, nee, want die is er oh. ook nog. Oh, oké. Okay. Ja, het is het echt een meer... extern bureau die, die zij. Nee, het is, dus niet, het, is in, het, is, het is wel intern, het zeg maar. Als in, het is wel gewoon intern in het theater, zeg maar, snap je? Het is wel gewoon... Ja, maar het, het, is, het is niet binnen jullie produ productiehuis. Jawel, het hoort bij het theater. Maar het is oh. gewoon zeg maar, een soort van afdeling die gewoon afgesplitst is. Okay. En daar bel je dus naartoe. En in Duitsland mogen ze ook niet vragen wat je hebt. Dus in Duitsland bel je. Ik neem mijn telefoon in mijn hand. Ja, zeg even, wat heb je deze week gezegd? Ik ga het niet in het Duits doen, want anders nee. verstaat niemand het natuurlijk. Nee. Dan zeg ik, uh, oh, goedemorgen. Um, nou, in mijn situatie, ik zeg altijd wel wat ik heb. Maar dat is gewoon ik. Misschien dat ik Nederlands ben, ik weet het niet. Maar normaal gesproken zeg je: Goedemorgen, Elindo hier, ik ben vandaag ziek. En dan zeggen zij: Oh, heel veel beterschap, doei. En dan hang je op. Dat was het. En einde gesprek, en klaar. Einde gesprek. Nou ja, soms um, is het nog wel van: um, hoe lang denk je dat je eruit bent? Want dat willen ze wel graag weten. Kijk, stel dat je nu al weet, ik, 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 ik heb een hoest. Nou, nee, dat gaat niet morgen ook weg. En de dag daarna waarschijnlijk ook niet. Dan kun je al zeggen van oké, okay, ik ben de komende drie dagen ben ik er niet. Maar goed, als je een blessure hebt of, uh, weet je, je, of je stem is gewoon weg, dan weet je, ja, ik ben er een week niet. Dus ga er maar vanuit dat ik een week niet kom, um, dat moet je dan wel aangeven. Oh. Maar dat was het. Maar ik mijn altijd wel zegt ik hey, luister, dit en dit is mijn situatie. Uh, dus ik moet me vandaag helaas ziek melden. En um, ik denk dat ik vandaag, ik ga het morgen in ieder geval weer proberen hoe ik me morgen voel. Dus ik bel morgenochtend weer terug. Zo maar ik, ik heb een vraag. Ik heb een vraag. Want jij zegt dus van nou, uh, ik verwacht dat ik ongeveer een week ziek ben. Moet je dan alsnog iedere dag wel bellen ik ben nog steeds ziek? Want dat gebeurt hier in Nederland. Iedere dag moet je opnieuw melden. Hoi, weer bellen. Ik ben nog steeds ziek. Ik ben nog steeds ziek. En als jij dus dat, dat, die in duizend appaten, hé, ik, hey, ik ga een week eruit ben je dan klaar voor een week? Nou, dat hangt er dus een beetje van af. <laughs> um, met, met ik denk als je zegt dat je een week eruit ligt, dat zij wel gaan zeggen van, oké, okay, dan willen we dat je naar een dokter gaat en een 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 krankmeldingschein, uh, haalt, nice, zeg maar. haalt. Dus dat verstopt er jou. Nou, mooi <laughs> hè? Dat de dokter jou zeg maar ziek meldt. Um, dat heb ik ook gehad. Nu. Um, dus dan, dan, dat, dan, dan, dan krijg je gewoon een brief van de dokter. En dan zegt de dokter: Je mag, ook toen ik mijn, mijn iets aan mijn kaak had. Dat heb ik jou al verteld. Oh ja, heel een ander ja. verhaal. Maar toen zei de dokter: Je mag vijf dagen niet, even niet praten. En niet eten. En dus ook zeker niet werken. Dus toen kreeg ik een brief. dus toen zei ik: zeg van, Ik mag vijf dagen niet werken. Oké. Okay, en dan moet je dat briefje als je terugkomt. moet je dat inleveren. En dan is dat zeg maar zo prima. Dan hoef je ook niet iedere dag te bellen. Um, wow. ik heb nu deze week ook al gehad dat ik zei van ik wil het een beetje aankijken maar ze zei van ik hoor jouw hoesten ik hoor jouw stem je gaat morgen ook niet beter zijn dus ik ga je vandaag en morgen in ieder geval alvast van de planning afhalen oké okay. nou, maar, maar dat dat is fijn, ik want merk dat kun je, heel... je wel je rust pakken, want dan weet je gewoon ik hoef niet ja. morgenochtend nog te denken hoe voel ik me word ik goed wakker en, en... Weet gewoon twee dagen ben ik weg en kijk, hoe lullig het natuurlijk ook is voor een resident of een dance captain die dan zeg maar een, bezettings, of een, ja, een bezettingslijst moeten maken en een cast samen moeten stellen om toch de, 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 ja, de productie zeg maar op een goed, goed niveau te houden. Het is, omdat je niet met die mensen concreet belt, voel ik me, ik moet maar ook helemaal niet schuldig over voelen, want ik ben gewoon ziek. En het is hun taak om ervoor te zorgen dat de show doorloopt. En die loopt gewoon altijd door. Zo gaat het nou ja. eenmaal. Maar dit voelt voor mij als als. als, als als werknemer en als artiest heel erg fijn dat ik zich wel voel van oké okay, oké okay, is misschien vanwege privacy maar ze mogen me niet vragen wat ik heb ik vertel het altijd want ik heb er geen problemen mee maar zeg maar het is wel je voelt je wel een soort van beschermd door de staat de Duitse ja, ja. staat en dat is dus zo fijn dat je dus echt letterlijk wat jij nu zegt je beschermd voelt en niet ja. jezelf hoeft te verantwoorden dat je we werken met mensen en ik denk juist het werk dat wij doen is zo precair. zo intensief ja, dat wij niet allemaal een keertje omvallen. En heel erg kwetsbaar. Zowel ja. zeg maar, op, op acteergebied om je hart open te stellen en zeg maar, zeg maar daar neer daar te zetten. Maar ook ja. gewoon als je inderdaad op, op slechte schoenen moet tappen. Weet je, ook voor je lichaam is het heel kwetsbaar wat je aan het doen bent. En natuurlijk is dat ja. onze taak om ervoor te zorgen dat we altijd zo gezond mogelijk blijven. Ja. Maar ik, ja, ik vind ook wel dat een werkgever ook wel een taak heeft ja nou, dat is natuurlijk waar we twee afleveringen geleden over hadden over mijn mentale status dat het ook wel samenhangt ja. met het fysieke uh, slechte weerstand ja um, als je toch denkt weet je ik kan nog een showtje doorheen duwen dan doen we dat um, maar is, komt dat ten goede want hoe langer je jezelf maar blijft pushen om die shows te pakken om die shows te doen hoe langer je er misschien aan de achterkant weer uitlicht en dat is natuurlijk nou ja. de, de afweging die je moet nemen maar dat is ik heb bijvoorbeeld in de groeps gezet van, oh jongens, ik vind het zo erg dat jullie nou cutshows hebben en dat jullie nou allerlei split tracks moeten doen en zo, omdat ik ziek ben en er zijn met mij nog in me meerdere mensen ziek. Maar al mijn collega's reageren ook van, uh, goed dat je aan jezelf denkt, goed dat je zelf ervoor kiest om je rust te nemen, weet je, je eigen gezondheid is het allerbelangrijkste. Dus um, chill, uh, word snel beter en ja. uh, Zorg voor Beetje, jezelf. Maar ja. zorg voor jezelf. Dus dat is, ja. dat, dat, is, dat, is wel, dat is wel heel erg fijn. Dat is heel fijn. Dat ja, bij, in wel. ons geval ook wel hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. Overigens, voor de luisteraars: een uh, split show, wat Elidon net zei, oh. is wanneer er uh, swings, meerdere tracks tegelijkertijd moeten doen omdat er te weinig bezetting is. En een cutshow is wanneer er echt tracks wegvallen. Dus dan zijn er echt uh, tracks of routes die worden gewoon gekat. En, soms, uit de en, show. En, en als publiek zie je dat eigenlijk meestal niet. Als je het goed soms zie je het wel, als je het goed, ziet, zie je het niet, soms wel. Soms kan het zijn dat het iets niet even is en dat is ja. het normaal dan wel. En ja, wanneer informatie niet uh, in balans zijn, dan denk ja. je, hey, daar mis ik iemand. Ja. Ja. ja, maar het is wel leuk dat jij eventjes uitleg geeft aan het, onze, 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 luisteraars hè, van zulke dingetjes, want we hebben het heel vaak over allerlei termen en van alles en nog wat en dus je, we lullen wat maar aan en we gaan ervan uit dat iedereen dat maar Begrijp wat wij eigenlijk allemaal bedoelen. Mm -hmm. Maar um, dat brengt mij dus namelijk wel op, op, op de hoge noot van deze week. Oh. En die is heel erg, die is heel erg lang. Ja. En hoog. <tied> Jij okay, meegeteld? Hoeveel tellen was dit? Dit was heel lang. Ik, volgens mij is het 16 maten. Heb ik ooit Zo. gehoord? Maar ik, 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 ik weet niet, of misschien dat de luisteraars ons kunnen vertellen. Maar volgens mij is het de langste uithalen in een musical. Daar dus nou, dus weet je het allereerste seizoen, de allereerste aflevering. Geloof ik zelfs dat wij uh, die aflevering maakten over corona, over Hugo, Hugo de Jonge en musical, cultuursector, mm -hmm. bla bla en dat we die hoge noot van Freek Bartels erin hadden zitten. Oké, okay, die was ook erg lang, maar was deze. Erg lang. Maar deze is echt gigantisch lang. En ik weet van mensen die in Tarzan hebben gespeeld dat, die, dat ze altijd hopen dat er een bepaalde dirigent speelt die net iets sneller slaat. Want dan ben je er net iets sneller van, af. Ja, net iets snelheid. Maar huis. goed, waren dit Chantal en Ron Link? Goed zo, jongen. Ach. Ik ben trots op jou. Ja, prachtige show. Ja, fantastische show. Ja, mooi. mooi, mooi. Oh, wat zou ik dat nog graag willen doen. Anywho. De hoge nood van deze week. Deel het met me. Ik dacht, omdat we dus het inderdaad al weken, jaren, hè, want we zijn al heel lang bezig, hebben we het over van alles en nog wat. Um, en toen dacht ik, weet je wat, misschien is het deze week goed dat ik niet hoge nood heb, maar dat onze luisteraars hoge nood hebben. Dus we hebben uh, onze luisteraars even hoestje. <coughs> we hebben onze luisteraars uh, gevraagd uh, via Instagram om hun brandende musicalvragen te stellen. Ja. En dit is het moment om daar gewoon lekker doorheen te gaan. Non de Ju. Ik hou ervan. De rol is een keertje omgedraaid. Ja, ja. Daar ben ik klaar voor. <laughs> um, het, ik, het, het, het zijn er heel veel. Maar goed. ik denk dat het wel een leuke vraag is. Ik ga er gewoon doorheen. Ik zal niet iedereen bij naam noemen. Ook privacy gevoelig. Misschien als je heel ik nog goed, dan dat dan denkt dat het een stomme vraag is. Of zo. Dus ik ga nee, geen er naam zijn noemen, geen stomme als... vragen, Elindo. Die zijn er niet. Nee, maar als andere mensen dat denken. Ik kan me voorstellen dat iemand dan denkt van. Oh, weet je wel. Oh. Oké, okay, goed. Okay. En hoe? Daar komt de eerste vraag. Um, ik heb ze namelijk ook niet gelezen, dus ik heb ook niet voorbereid, als in. Ik heb vragen oh, geselecteerd. Dit is leuk. Ik lees gewoon nu iets voor en misschien is het. Is, is, ik heb er niks aan. Um, hoe kijken jullie naar het beeld dat nu vaak geschetst wordt tegenover amateur musicals? Oh. Uh, nou, dat vind ik al gelijk een hele goede diep, diepzinnige vraag om daarmee te beginnen. Um, Amateur musicals. Ik ben zelf een aantal jaar geograaf geweest in onze lokale, plaatselijke amateurvereniging. Waar komt kom jij vandaan? Ik kom van Brabant, jongen. Waar en, dan? Uh, ja, in de hoek van West-Brabant. En ik, ik deed vroeger mee bij, bij Max Mini, dat kennen misschien wel, liggen uit de En uh, <laughs> daar deden wij Missinalla, deden wij musical. Maar ik mocht daar de zijn. Uh, en dat was op, op niveau, dat was echt op niveau uh, volledige musical. Dus, uh, antwoord te geven op je vraag. Ik kijk uh, heel erg op tegen amateur musicals, omdat daar uh, relatief veel uh, variatie zit in mensen die wel of niet geschoold zijn, of van vroeger af uh, op les hebben gezeten, uh, leeftijden, achtergronden. En die shows staan daar echt wel gewoon ik, voor uitgekochte ik zie... zalen. Ik, zie dus soms, ik kijk er altijd wel um, met bewondering naar. Professionele producties die slechter zijn dan vele amateurproducties die ik heb gezien. Je hebt tegenwoordig ook de amateur musical awards. Ja. Dus ik vind het leuk dat ze ook zeg maar wat. wat, wat. Want sommige mensen er zijn natuurlijk heel veel mensen die. Precies. Talent ja. hebben, die kunnen zingen, acteren, dansen. Um, maar die op de een of andere manier het niet lukt om zeg maar, dit vak in te rollen. En ik vind het heel erg mooi dat er eigenlijk voor die mensen toch zeg maar dat ze toch met hun passie bezig kunnen zijn... door op een soort van semi-professioneel... of op een zeg maar hoog amateurniveau in productie te kunnen staan. En dat die ja. mensen dus ook een onderscheiding kunnen krijgen... voor het feit dat ze, dat, dat ze, dat ze ook gewoon gigantisch getalenteerd zijn. Ik denk persoonlijk echt dat... Uh, ik, ik, ik heb zelf altijd amateurmusical gedaan. Wij deden op onze school, op mijn middelbare school... ieder jaar ook de schoolmusical. En dat speelden we echt Hair, Fame, The Wiz, Mamma Mia... Oh, She kap Tender. Jullie allerlei deden. Hair? Ja. O, hoe oud was je? Ik was, ik was in de brugklas 11, 12. En? en jullie deden het origineel? Ja, we waren geen naakte mensen. Oké, okay, maar precies. geen zorgen. Maar nee, dat, vandaar mijn vraag. Ik heb wel Mama Mia gespeeld. <laughs> Even. Ja, I know, I know, we hebben het erover mm -hmm. gehad. Maar, het is, maar, dit, maar ik vind wel dat het daar, zeker als je jong daar al mee begint, daar, 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 daar daar, volgens mij ontstaat daar je eerste connectie met dit hele musicalvak. En het is zo de ideale manier om jezelf als mens te ontwikkelen, denk ik. Want hè, ga maar eens op een podium staan en ga maar eens een lied zingen voor mensen. Of een, of een scène spelen, of, weet je wel. Um, nou, ik, vind, ik, 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 ik vind het een... Ik, ik, iedereen zou het moeten doen. Nee, ik heb ja. echt een heel goed, uh, positief beeld over amateur musicals. Goed zo. Wat is je grootste blunder op het toneel? Mijn meest recente blunder is nog dat ik twee weken geleden uh, op de grond heb gelegen. Uh, tijdens Prins Ali. Uh, ik struikelde, ik bleef in mijn broek hangen. Oh. Uh, ja, dat was niet zo heel handig. Ik heb überhaupt eigenlijk tijdens deze show vaak op mijn knieën gelegen. Gewoon in, in <laughs> kledingstukken blijven hangen, uitglijden, uh, verstappen. Wat nog meer? Max verstappen. Dat werd in mijn ogen gefluisterd. <laughs> uh, en, en jij, Linde? Wat zijn jouw blunders? Ik spreek natuurlijk... Ik doe natuurlijk een show in een andere taal... dan dat, ik, dat, dan dat mijn eigen taal is. Dat maakt het soms wel eens moeilijk. Um, en ik heb het ergste wat ik tot nu toe heb meegemaakt als het daarover gaat en dat vond ik zo ontzettend gênant... maar ik kom als Olaf kom ik op en dan zeg ik hallo mooie vrienden, ik ben Olaf want ik liebe om um, Amongen. en ik zeg ik, ik, omdat ik een soort van in de war was en ik denk dat het kwam dat kwam omdat mijn moeder en mijn oma in de zaal waren en ik, heel, en ik dacht van ah oh, ik heb hem geen stress ik heb hem geen stress en ik loop op en ik zeg hallo allemaal en ik denk... Ja, jij begon fuck, in Nederland. Nederlands? Dat huh. is echt... Nee en echt, echt, zeg maar, gewoon niet oh. zo... Even tussendoor, even een woordje Nederlands. Gewoon de eerste, eerste opkomst. Hallo, alle <laughs> Hallo, allemaal. En toen dacht ik... Uh, oh. Ik ben Olaf. En ik... Lieb om Dat was heel erg. Oh, ik had hierbij willen zijn. Ja, het was echt heel erg. <laughs> maar mijn, mijn moeder en mijn oma hadden het niet gehoord. Omdat ze verwachtten dat ik natuurlijk gewoon Duits ging praten. Dus het was... Oh. Ze hebben het, het is ze niet eens opgevallen. Nou, ik heb echt geluk gehad ermee, maar ik dacht echt, ik kon op dat moment echt door de grond heen oh. zakken. Snap ik. Hoe gaan jullie om met spanning voor een voorstelling? Spanning voor een voorstelling. Nou, dat is eigenlijk uh, alleen de beginperiode dat ik spanning heb. Een gezonde spanning, want ja, we repeteren. Wat is het? Drie tot zes weken. Ligt aan uh, hoe de opzet is of hoe kort. <laughs> uh, um, Alhoewel, ik moet ook wel zeggen dat ik eh, spanning heb gehad toen ik weer na mijn, na mijn revalidatie eh, van mijn blessure en mijn hele thuissituatie weer terugkwam. Dat ik toch ook echt weer moest nadenken en mijn tekst moest doornemen voor die drie zinnen als Abdullah. Hmm. Uh, dus had ik ook wel spanning. En hoe ga ik daarmee om? Um, ja, goed voorbereiden. Gewoon weer door de geografie heen, door je zangpartijen heen. Voorbereiding is alles. Ja. En mijn talent neemt de rest over. Ja, ja, ja. Oh. oh. <laughs> <laughs> nou, ik heb dus eigenlijk heel erg, en vind ik vind het heel erg om te zeggen, maar ik ben al heel erg lang niet meer um, nerveus of gespannen nee? geweest voor een voorstelling. Wanneer was de niet laatste voor de keer dat we je je herinneren überhaupt? Niet voor Olaf. Mm -hmm. Je sprak Duits. Nee. Maar ik, ik weet niet, op de een of andere manier ben ik, in de la, ben ik misschien de afgelopen jaren evolved in iemand die heel praktisch is. En Lola, bij Kinky Boots? Nee, ook niet. Niks. Wauw. Um, achteraf komt alles eruit aan, aan spanning. Zeg maar. Huilen, buikpijn, Diarree, alles. Um, nee, maar zeg maar, die vlinders die je normaal gesproken van tevoren zeg maar, voelt, die komen er achteraf in één keer allemaal uit. Maar ik heb het tegenwoordig dus echt niet meer. Maar ik probeer me, ik probeer, ik, wat ik wel probeer, is, me, is gewoon mijn voor- en voorstelling gewoon goed te focussen. Maar ik denk altijd weer, en dan ga ik terug naar onze vriendin Nicola Truheern, It's Just a Show. <laughs> en ik denk, ik ben professioneel genoeg. Als er iets fout gaat, dan los ik het wel op. Ja, dat geloof ik ook. Daar heb ik al vertrouwen ja, in. Dus. Nee, mooi. Welke personen zijn jullie inspiratiebronnen? Oh, nou, ik kijk heel erg op uh, tegen. Nee. Oh, nee. nee. Nou, oh, zeg ik dat verkeerd? Nee, nee, klopt. Jij ja, zei, ik, ik, mensen halen altijd, ik zie op tegen of ik kijk op tegen iemand. En ik dacht even dat je het verkeerd deed, maar ik, ik, ik was, ik, ik was gewoon. Nou, ik zie op tegen correcties van mijn collega krijgen. <laughs> Daar zie ik tegen op. Ja. <laughs> Spreek jij beter als mij? Ja, heel goed. Nu dat zie je op mijn YouTube kanaal. <laughs> um, nou, ik moet even nadenken. Ik ben zijn naam ineens uh, kwijt, maar hij. Zong in The Greatest Showman. Hij kan zingen, hij kan Hugh acteren. Hugh Jackman. Hugh Jackman, dankjewel. Dat is wel echt... Ja, die man is, is ook wel een vakman, vind ik hoor. Ik, ja. uh, ik zou hem willen zijn als ik later groot ben. Ja. Ja. Oh, ik vind het wel schattig dat je daar zegt, als ik later groot ben. Ja. Nou ja, ik ben niet zo oud als hij, dus ik heb het nog even... Dat klopt. En voor de rest op, op Nederlands niveau een uh, inspiratie... Oeh. Mm. Nou, ik heb met Jim Bakum gewerkt tijdens On Your Feet. Uh, en hoe hij zo relaxed in de show stond en backstage was, Ja, dat kon ik alleen maar om gieren dat hij uh, ook wel eens fouten maakte of ook wel eens uh, van zijn noot afgeleed. En dan kwam hij backstage. En dan hadden we met de hele cast hadden wij lol om zijn van zijn noot wil ik niet zeggen, maar dat hij dat flipte. Zijn stem sloeg nog eens over. Uh, nou, Dat kon alleen maar grote lol om hebben. En dacht ik, ja, ja, dat, dat kan ik waarderen. Het ja. It is it's just a show weer. It's just a show. Ja. Oh, en nog een inspiratie. Uh, het is niet omdat ze vriendin is, maar Van, ja, het, het kind is twaalf. Nee, dat mag ik niet zeggen. Ze is inmiddels oh. 22. Ze is zo jong en Schnaast zij gaat. 23. maar... Oh, 23. Oh, 23. Fishat Fienne. Zij gaat maar door. Ja. En dat vind ik ook een inspiratie. Even stoppen. Zij is 24. Zij 24. Vier... <laughs> <Ja>. Gefeliciteerd, 24. <laughs> Oh, echt, dat is wel echt slechte waar. Vrienden zijn echt met, ja, echt hele slechte vrienden. Maar het is wel, het is wel 100% waar. Ja, ik heb mijn ultieme inspiratiebron is Chantal Jansen. In ja. Dat iedere vorm. Ja. Als ondernemer, ja. als artiest, als presentatrice, alles. Um, maar inderdaad, is, is iemand als Van Jenn, daar kan ik ook echt naar opkijken. denk van, of tegenop zien. Uh, <laughs> um, van mij, wat jij allemaal op die jonge leeftijd allemaal voor elkaar hebt gekregen, dat ben ik, dat ben ik zo trots op. Ben je eigenlijk gewoon heel ja. trots op haar. Ja. ja. Wat, wat is het verschil tussen een alternate, een understudy en een cover? Diego? Ja, kijk, ik kan wel oh. vertellen wat een alternate is. Kijk, een alternate... Ja. <laughs> dat is uh, iemand die... Um, alternate is ook een ander woord voor, zeg maar, de andere. Ja. Um, dus, zeg maar, uh, dus zeg maar degene die, 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 die wat shows over... vaste shows overneemt van iemand die uh, nou... De eerste bezetting is. Um, dus bijvoorbeeld, uh, onze Elsa speelt zes shows en de Alternate speelt iedere week van de acht twee shows. En het is ook vaak zo dat, op het moment dat, dat zeg maar, de eerste bezetting ziek is, dan gaat waarschijnlijk de Alternate op uh, om die extra shows dan te spelen. Um, en wat is een cover, Diego? Nou, toen <laughs> je deze vraag stelde, dacht ik ineens: ik moet over nadenken, want ik weet zelf niet het verschil tussen een Anastasia en een cover. Daar weet dat ik het gewoon niet. Jou. Ja, dat is misschien heel gênant, maar ik weet in ieder geval dat een understudy iemand is die in het, in het ensemble of in een show zit uh, met een rol en die dus de rol overneemt wanneer, uh, wanneer iemand geblesseerd of ziek is of op vakantie is. Maar ik denk dat een koffer dat ook is, toch? Nou, ik denk dat er een verschil, ik, ik, weet, ja. ik weet het ook niet precies, maar volgens mij zit er een verschil op Broadway. Want volgens mij is het oh. iemand, zeg maar, want je hebt, op Broadway heb je echt verschillende soorten covers. Je hebt, zeg maar, ook standby covers of, of, zeg maar, en first covers en second covers. Ja, hier hebben we ook standby covers in huis. Ja, klopt. En volgens mij is, zeg maar, een cover iemand die, zeg maar, een bepaalde rol covert en ook weet dat hij gaat spelen. Niet als een alternate, maar, zeg maar, je, leert, zeg maar je hebt de je hebt rol geleerd en in feite ja. ben jij zeg maar, degene die het, die het, die het, die het leert. En, op, en, en je weet ook van, oké, okay, ik, ga, ik ga ook deze rol waarschijnlijk spelen. Ja. En volgens mij is een ander studie zeg maar, meer zoals wij een soort van emergency cover zien. Dus iemand die zeg maar, de, de rol wel um, instudeert, maar het kan ook zijn dat hij de hele productie niet opgaat. Kom je hier ook even lang? Okay. Snap je? Okay. Maar in Nederland gebruiken wij het allebei. Want er zijn producties die zeggen Understudy uh, Lola of Cover Lola. Snap ja. je? Um, dus in Nederland wordt het allebei gebruikt. Want ik heb toevallig uh, allemaal programmaboekjes vandaag opgeruimd. En daar zie ik, en zie ik dan allemaal namen ook van verschillende mensen. Oh ja, en dan zie ik in het ene boekje staat Understudy, in een andere boekje staat Cover. Oké, okay, dus bij ons is het een beetje mengamoes. Ik ga wel eerlijk zeggen, aangezien we het antwoord niet weten, we gaan er een keer op terugkomen in een aflevering die over covers en understudies gaat. Ja. En dan, uh, ik ga dat even uitpluizen, wat nou eigenlijk precies het verschil is. Dus Heel goed, zet dat een lijstje. vraagsteller, je, we komen er nog op terug. Um, verdient een hoofdrolspeler evenveel als iemand uit het ensemble? Ha! Mag ik hierop antwoorden? Ja, dat mag. Het salaris van een hoofdrol is niet hetzelfde als dat van een ensemble lid. kan ik heel duidelijk en heel kort over zijn. Uh, er, wij werken hier in Nederland met een matrixstelsel. En um, bij... Uh, dat hangt ook van ieder productiehuis is weer anders. Ja, precies. Ja, ja. Ieder productiehuis is weer anders. Uh, in, in ons geval is het hier dat wij met een matrix werken als ensemble lid... met hier en daar toeslagen wanneer je een cover of een... Anastasia <laughs> of alternatief. <laughs> Uh, Altijd trouwens die, want dan zit niet, want het is niet het ensemble. Uh, voor de rest uh, uh, zit daar een groot verschil in dat er ook niet heel veel te onderhandelen valt wat betreft salaris. wel in eventuele arbeidsvoorwaarden. En bij een hoofdrol staat het allemaal los. Is dat per persoon verschillend? Ja, dat klopt. En het, is, um, de, de, ja, de, soms, het kan erg uiteenlopen. Uh, het kan soms zijn dat, het, uh, dat de hoofdrol een. Bizar, zeg maar. Die kan ik zeggen van. Ah, ik wil 500 euro per show. Nou, als je dan zes shows in de week speelt. Tel maar uit je winst. Ja. Um, dan kom je op een heel mooi eindbedrag. Uh, in, 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 de, in de maand af, ja, uit. Uh, dat kun je als ensemble niet. Um, er zijn nog producenten waar je wel als ensemble lid. nog onderhandelingspositie hebt over je, over je salaris. En ik vind ook eigenlijk dat het zo hoort. Ik snap heel goed dat er be bedrijven zijn. die zo'n matrix stellen. en die zeggen. Naar aanleiding van jouw ervaring en je leeftijd <coughs> um, kom je in een bepaalde categorie. Zodat mensen. Ik moet even een slokje water nemen hoor. <coughs> Goed voor jezelf zorgen. Dankjewel. Um, maar dat zeg maar niet dat je zeg maar, op je tapschoentje staat te dansen. En dat de persoon naast jou 2000 euro meer krijgt. Um, dus ik snap dat ze dat hebben gedaan op die manier. Aan de andere kant. Ja, er is, er, is, er is wel echt iets voor te zeggen. Hè? En um, zeker in deze tijden waarin ook gewoon het leven duurder wordt. Ik zeggen, het en is zo. tijd om er iets van te gaan zeggen. Ja. Het is tijd. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Maar dus op antwoord op de vraag: nee, krijgen niet hetzelfde betaald. Nee. Alhoewel, er zijn soms ook mensen die een hoofdrol hebben en die misschien net afgestudeerd zijn en die wel hetzelfde betaald krijgen, omdat ze gewoon nog niet zoveel ervaring hebben. Dan snap je dat ze gewoon denken we gaan goedkopen. Alles kan. Maar in, in theorie is het niet zo. Um, wat houdt het boeiend om avond aan avond dezelfde voorstelling te spelen? Uh, nou Dat klinkt heel cliché. Maar allereerst publiek. Uh, is iedere avond bij ons anders natuurlijk. Want ja, de zaalbezetting is, is niet altijd even volle bak. En niet altijd even actief. Of dus juist wel. Uh, dus dat speelt zeker mee. Ook uh, de samenstelling van de cast. Uh, veel doorschuif in uh, swings. Dus eigenlijk is er geen enkele show hetzelfde. En dat maakt het eigenlijk gewoon heel makkelijk om daar je energie uit te halen. Als je andere collega's naast je hebt staan, met wie je partnering danst of tegenover je hebt staan, andere collega's hoort zingen, uh, dat houdt het allemaal wel iets, iets luchtiger en frisser om acht shows in de week hetzelfde te doen. Ja. Klopt. Kijk, kijk, voor ik, kan daar hond ik kan me daar 100% bij aansluiten. Kijk, je kunt zeggen van ja, hoe is het nou om iedere avond de dezelfde show te spelen? Maar die show is nooit hetzelfde. Je nee. ziet altijd andere mensen, er is altijd weer een ander publiek, er is altijd weer een andere vibe. Soms gaan de dingen mis, soms zegt iemand iets verkeerd of op een andere manier. zeg maar, En zin kun je op duizend verschillende manieren ja. zeggen. Je zoekt zelf als acteur ook altijd. Hè? Ik bedoel, voor mij als een als Een first-cast positie met, met, met veel tekst. Je gaat toch altijd weer zoeken naar: oké, okay, wat kan ik dan weer doen? Ja. Um, weet je. Als iemand een kantoorbaan heeft en iedere en of als je cachère bent bij, bij, bij de Albert Heijn of bij de Jumbo, ja, dan doe je ook iedere keer hetzelfde werk. Hoe, hoe, hoe en dan, ja, maar de samenstelling dat, dat, is toch ik, ook iedere keer anders. Ja, ik denk dat wij ja. mensen eigen zijn om, zeg maar, zulke, zulke dingen die je dus het, iedere keer als een routine hetzelfde doet. Dat je, zeg maar, daardoor andere zintuigen aan kan zetten om een gezellig praatje te maken. Om, misschien, weet ik veel, doe je een spelletje als je bepaalde ja. uh, uh, items, of als je weer voor de derde keer een, 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 een zak condooms, weet ik veel. Mooi, je wel, mooi, dat mooi, je, ja. mooi, mooi. Maar, maar, maar ik, ik ga het, niet voor je liegen. altijd wel dingen. Ik ga niet voor je liegen. Uh, ik spring ook niet iedere show even hoog. Ik zou het wel willen. Ik aim ervoor. Lukt me niet altijd. Nee, nee. Dus het is ook nog wat ik zelf die dag meebreng ja. aan, aan bagage. Klopt. Of ik goed geslapen heb, goed gegeten heb, goed voor mezelf heb gezorgd. of dus niet. Ja. Heeft ook invloed op, op hoe de show verloopt. Klopt. Dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Ja, dit, is, dit is ook echt zo. Ja. En da daarom voelt ook iedere show weer anders. Want je gaat ja. er weer iedere, iedere avond weer met een andere energie in. Ja. Um, hoe, in hoeverre. mooie vraag dit. In hoeverre uh, zorgen stagiaires in producties voor oneerlijke concurrentie? Wow. In hoeverre zorgen stagiaires voor oneerlijke concurrentie? Ja. Nou, ik denk niet dat het de stagiaires het zijn. Het zijn de producenten die ervoor kiezen... om twee, drie, vier of twaalf stagiaires aan te nemen. Kijk, een stagiair nou, heeft nee, gewoon net maar... zoveel rechten... op uh, een plek in de productie. Want die is er net zo voor als ik. Of ieder ander die van school afkomt. Of begrijp ik de vraag nu niet? Nee, nee, nee. Dat klopt. Oké. Okay. Um, ik denk dat eerder de vraag... Uh, bij de producent moet liggen. Hoeveel wil je dat wil je er in je cast kwijt? Los van het budget. Nou ja, en ook, ik, ik vind ook en daar wil ik wel even een oproepje doen naar mensen die zeg maar, een stageplek aannemen. Er zijn ook mensen die al jaren afgestudeerd zijn en soms een stageplek aannemen. Niet doen. Nee, dus het ligt soms ook wel een beetje aan de stagiaires. Een stageplek hoort officieel eigenlijk twee posities te zijn: een jongen en een meisje, soms misschien vier. Als het een hele grote cast is. Mensen die net van school afkomen om die een plek te geven om te kunnen leren van andere mensen die al in het vak zitten. Dat is wat een stageplek zou moeten zijn. En tegenwoordig gebruiken producenten het ook om de kosten te drukken. Want je hoeft enkel maar een ja. stagevergoeding te betalen. Um, wat ook euro ik een beetje, is? Oh. Aanvang, daarom ben ik ook een beetje verrast. Um. Nou ben ik mijn zin kwijt, wat wil ik zeggen. 20 minuten aanvang. Um... Nee, eh, wat ik wil wel eens zeggen: ik, 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 kijk, dat zou het moeten zijn. Maar omdat er tegenwoordig zoveel stageplekken komen, sta je vaak in de productie met zoveel stagiaires. Dat je eigenlijk bij soms niet eens meer kan leren van andere mensen. En daarvoor sta je ja. er. Ja. En natuurlijk leer je ook hoe, hoe het, hoe, hoe, voor je work ethic. En weet je, wel, dat leer je ook door, het, door ook al sta je er met 18 stagiaires. en hoe je met een producent op moet gaan of met een contract. Maar toch vind ik dat dat zo geminimaliseerd mogelijk moet blijven. Want anders leren niet van. Ik bedoel, ik heb ook in sommige producties gestaan. van ik dacht van ja. Ik staan heel veel mensen om me heen, maar zo erg inspirerend vind ik het nou allemaal niet. Snap je? Dus het, is... Ja, het is mij ook soms nog een raadsel dat er heel vaak wordt gekozen om stagiaires op een swingpositie te zetten. Ja. Er zijn stagiaires die daar direct voor geboren zijn en die daar in vlammen en precies doen wat een, een swingpositie inhoudt. Sommigen ook niet: een stageplek is om te leren. En dan zou ik ju juist denken: geef iemand één track in de, in de show om die volledig te leren en te doen. Ja. En niet de druk en uh, de kwaliteit van een swing te moeten kennen binnen no time... als je niet weet wat een swing inhoudt. Ja. Het is nogal wat om te swingen. Maar er zijn ook heel veel mensen die ook helemaal niet willen swingen. Hè? Dus misschien is het ook soms een soort van nota de man. We kunnen niemand ja, vinden die kan, het kan gebeurt, swingen. Het, dus... het gebeurt heel vaak en ik ja, begrijp ik die, vind die keuze het ook gewoon goed. niet. Nee, ik snap het ook niet zo goed. We moeten er nee. verandering in brengen. Misschien moeten wij gewoon een producenten worden, Didi. Hey. Misschien moeten we dat gewoon doen. Hmm. Um, wanneer er publiek te laat in de zaal komt... merk je dat dan tijdens het spelen? 100% procent Ja, Absolute, ja hè? <laughs> Wanneer is bij jullie het uh, eerste naplaatsing-moment? Ik heb eigenlijk geen idee, want ik zit niet oh, in de, nee, 40 niet. de show. Oh nee, dat is natuurlijk niet van de show. Dus jij mag niet eens <laughs> iets zeggen. Ik zie niets. Maar wat ik wel weet is dat er soms tijdens mijn nummer mensen gaan plassen. Ja, en dat snap denk ik... ik wel ja dat is ook een <laughs> saai nummer dat is een saai kutpop oh dat is die maar sneeuwpop ik, laat maar ja maar ik dan, 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 maar de, met mensen die beseffen die deuren die gaan wagenwijd open dan en komt wij een bak zien natuurlijk alleen binnen. maar er komt een bak met licht binnen want wij zien alleen maar zwart Er komt een bak met licht binnen voor niemand is het fijn dus probeer altijd op tijd te komen en dat zeg ik ja nou we hebben dus een eerste naplaatsingmoment. moment uh, op de laatste Vier noten, of uh, vier maten van Arabian Nights. Nou, daar staan we met z'n allen echt te belten voor het leven. Te schreeuwen om die noten uit te krijgen terwijl we aan het springen en aan het draaien zijn. Mm -hmm. En aan het sliden. En dan zie je 38 gezinnen binnenkomen sneaken. En dan denk ik, jongens... Oh, verschrikkelijk. Wacht heel even. We zijn onze longen uit ons lijf aan het schreeuwen. Mm -hmm. Wacht heel eventjes. Of kom gewoon op tijd. <laughs> maar mag ik even iets zeggen, wij hebben dit ook al een keer gehad. Want wij gingen keer naar Vayen kijken naar Paramour. Oh. En we hebben heel de eerste scène gemist. Omdat we te laat waren, omdat, wij, omdat de bus niet op ja, kwam dagen. Klopt. En dus wij hebben het ook gehad dat wij na zo'n moment. Na laatste, ja. En ik voelde me zo slecht. Ja, ik me ik zo me zo slecht. Ik dacht repping. echt: oh, zij gaat dit zien. En zij gaat zien dat haar drie beste vrienden hier gewoon te laat zijn. We konden, konden het gelukkig op het scherm meekijken nog, want we waren wel in het theater, maar we mochten gewoon niet meer naar binnen. Dus we konden wel zeggen, oh wat een mooi openingsnummer, maar we hebben ja, het natuurlijk ja, niet live meegemaakt. Nee, nee heel, heel ja, erg hè? Echt, ik vond hem heel slecht. Ik heb nu een vraag, uh, in welke musical zouden jullie nog graag willen spelen en waarom? Maar de vraag die iemand anders daarna stelt is, welke rol zou je willen spelen vanwege de emotionele boog van het personage? En dat vind ik een interessante vraag, die oh. Oké, okay, moet ik op eerst de een dan de ander? Of, uh... Nee, vergeet die andere. Oké, okay, ja. Voor de spanningsboog. Of voor de emotionele boog. Ja, de emotionele ja. boog. van Wauw. Um. Oh, dat vind ik heel lastig om daar nu zo snel 1, 2, 3 op te reageren. 1, 2, 3. Oké, okay. uh, de rol van Santiago in Moulin Rouge. Kijk, zie je nou wel? Dan komt hij gewoon. Hoor. Nou ja, dat is, dat is nu een rol die ik in mijn hoofd dat ik ooit nog zou willen spelen. Maar ik heb de show niet gezien. Dus ik kan maar gaan zeggen: die wil ik uh, om de emotionele oh, boog. Ja. Maar ik weet niet hoe die emotionele boog gaat. Want ik weet enkel dat het een hele mysterieuze en diepzinnige, aantrekkelijke danser is die. En dat ben jij. Nou, Ik hoop ook het ooit word. Ja. Hm? Uh, ja dan, wat wat is jouw antwoord? Uh, Dear Evan Hansen. Dat is de titel van de musical. De, oh, uh, sorry, Evan Hansen. Oké, okay, dankjewel. <laughs> um, ja. Um, die, of zijn moeder. Deze <laughs> uh, moeder, ja. Nou, ik word er gewoon <laughs> helemaal emotioneel van. <laughs> oh, het gaat. Het, gaat, het wordt. Het wordt, het wordt met een minuut slechter. <clears throat> ja, die heeft. Die maakt wel echt een gigantische boog door. Kort hier voor aanvang. Uh, ja. Um, die maakt echt een gigantische boog door. Um, door het stuk. Dus die 100%. Ehm. Um, nog even een vraagje hier. Wat doet een company manager? Nou, dat hebben we al vaak al company manager gezegd. Ja, een company manager manage de company en de company wordt hierbij casting crew gerekend binnen theater. Oh ja, dus het is eigenlijk iemand die dus, zeg maar, zorg, nou, in dit geval, zeg maar, alles bijhoudt wie er ziek is en contracten regelt en zorgt dat iedereen happy is, misschien een uitje organiseert. Uh, nou, eigenlijk gewoon een soort van, ja, een manager voor, inderdaad, casting crew. Ja. Um, hoe ziet een repetitieproces eruit? Ja, dat duurt heel lang. Maar als, 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 ik het, als ik het heel erg zou ontleden, dan heb je meestal zo de eerste dag, dan ga je lezen, doe je de lezing, hè? dan ja. ga je lezen naar het stuk, gewoon door het script heen. Iedereen doet dan alle rollen door gewoon een eigen stem. Vaak begin je dan als eerste met zingen. Gaat dan het ensemble, gaat dan vervolgens gaat zingen. En de hoofdrollen gaan vaak al wat scènes neerzetten. Uh, en na een paar dagen zingen, dan beginnen zo de choreografieën ook erbij te komen. Want dan moet je vaak ook al zingen tijdens dat je die choreografieën aanleert. Zodat je het al meteen gaat combineren. Dat doe je dan voor een week of afhankelijk van hoe lang je hebt. Tussen de drie en de vijf. En dan ga je het theater in. En in het theater ga je zeg, komt zeg maar alle techniek en de kostuums en alles komt zeg maar samen. En dan ga je monteren en dan ga je echt stap voor stap door iedere lichtcue, iedere geluidscue, ga je door die scènes heen. Dat duurt heel lang. Dat kan soms wel twee weken duren om dan het hele stuk zeg maar technisch te hebben gezet. Dan ga je doorlopen doen in het theater. En na de doorlopen heb je een Eerste generale repetitie, waar dan vaak family en friends zitten, en daarna de eerste try-out. En na een aantal try outs heb je de première. Was het goed uitgelegd of niet? Geweldig, had niet beter gedaan. Oh. Um, we zijn bijna aan het einde gekomen. Ja, maar het komt goed het is, uit, want jij moet, ook, uh, jij, moet, jij moet hem ook smeren. Ik moet echt wel in. Uh, en dit, dit is wel een mooie vraag om ook misschien dit, dit ding mee af te sluiten. Ik heb, het zijn twee vragen die, die ongeveer. ongeveer zeg maar, Samenkomen? Ja, zeg maar. um, doet, doet je maat, je lichaam ertoe? Zeg maar, is het belangrijk om fit te zijn? Ons lichaam is. <laughs> ik weet niet of je het hoorde. Nee, ik heb uh, niks gehoord. Oké, okay. ons lichaam is kapot. <laughs> Wordt door mijn buurman hier gezegd. Ja, <laughs> en dat is wel echt de waarheid, want ons lichaam is ons instrument. We hebben ons lichaam nodig. Um, om er überhaupt te staan, om überhaupt iedere dag ja. weer op te staan om naar het theater te komen en dan nog deze belachelijk zware choreografie te doen. Um, ik ben zelf een, een doorgewinterde ensemblejongen, kan ik wel zeggen na acht jaar musical. Um, ja, ja. mijn lichaam is alles. Op dit moment is mijn maar lichaam sowieso, alles. Maar sowieso, maar het is wel zo. Kijk, als je vraagt van... Hè, doet je, doet je maat er toe? Er zijn ook rollen voor wat, wat mensen die wat voller zijn. Er zijn ook oh, sorry, rollen voor mensen die kleiner zijn. En, nee, nee, maar, maar het, 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 de vraag was ook... Doet je lichaam er toe? Of moet je echt zo fit zijn? Moet je er altijd fit uitzien? Het is wel... Oh. Laat ik zo zeggen. Buiten het feit hoe je lichaam eruit ziet... is het belangrijk dat je in ieder geval gezond en fit bent. Want ook als je misschien 100 kilo weegt... moet je ook acht uur in de week kunnen ja. spelen ja, ja, ja. fysiek. Dus ja, je moet gezond zijn. En hoe je eruit ziet... dat hangt een beetje van de, van de voorstelling af. En dan de allerlaatste vraag... om de hele aflevering mee af te sluiten. Want ja, lieve mensen... het is een beetje een rare aflevering vandaag. Maar het is wel de laatste vraag. En dat vind ik mooi om af te sluiten. Is het echt... Zo'n harde wereld, zoals iedereen dat altijd zegt, dat musical wereldje. Diego, is het een harde wereld? Hmm. Het is een harde wereld, maar het is, het is mijn passie. Dus ik, ik doe het ook mezelf aan. Dat is waar. Maar ja, weet je wat ook? Het, het, is, het is wel hard, want natuurlijk het is bij iedere auditie weer vleeskeuring. Je hebt nooit zekerheid. Ja, de condities zijn niet heel erg fijn. En, Weet je, het, het, het is heel erg hard. Je kunt echt afgewezen worden omdat je te dik, te dun, te lang, te zwart, te wit, alles kan. Um, maar uiteindelijk, als je het eenmaal krijgt en als je er eenmaal in zit en je staat op zo'n podium en je ziet zo'n bak met mensen en de muziek gaat aan en de lichten gaan aan, dan voel je je gewoon warm van binnen en gelukkig en dan valt al dat harde valt weg en dan ben je gewoon een lieve kleine dancing queen. Precies <laughs> als jij het nu zegt. Ja, dat ja, is top. het wel. Ja, niks aan gelogen. Nou, en ik En dan zelfs, zeggen, die eindnoot. Note... Ja, ooit komt die droom. Ja. Het is gewoon wij leven onze droom. Daar maken we altijd grappen over, maar het is wel de waarheid. Ik zou zeggen, jij moet je pruik op gaan zitten, je kleren aan gaan trekken <laughs> en jij moet ze dan op. Ik ga water drinken en een paar is het mond nemen en wij zien jullie volgende week weer. Ik wens je heel veel beterschap, lieve schat, en dankjewel tot de volgende keer. Ja, dat komt zeker helemaal goed. Love Ik you. Ga rennen. Doei. Bye.